Hey, dag allemaal. Fijn om jullie te zien. Vandaag gaan we de Big Yang Yoga Reeks doen. De Big Yang Yoga Reeks is altijd dezelfde flow. Voor de mensen die, voor wie het de eerste keer is, staan we toe om heel eventjes uitleg te geven, maar ook voor de mensen die hem al regelmatig doen. Herhaling is de enige manier om iets echt onder de knie te krijgen. Wat gaan we doen? We hebben niks nodig. We matchen, blote voeten. Leg je op een plek waar dat het heel aangenaam is voor jezelf. En zorg ervoor dat je een klein beetje afgeschermd bent van omgevingsgeluid. Dus zet je gsm of zet lawaai omgeving af. Zodat je een heel uurtje bij je eigen lichaam kunt blijven. We gaan starten met 6 Big Yang zonnegroeten. De Big Yang zonnegroeten, enige afwijking, is dat we een hoge naar lage plank gaan toevoegen. Dus een extra hoge naar lage plank. Of we noemen dat ook wel eens een push-up. Na de 6 Big Yang zonnegroeten, die eigenlijk een soort van opwarming zijn voor je lichaam, waarbij we heel zacht gaan beginnen en vervolgens het tempo een klein beetje gaan opbouwen, gaan we een ademhalingsoefening doen. De ademhalingsoefening is erop gericht om volume te gaan creëren, dus om echt je volledige longcapaciteit en ademcapaciteit te gaan benutten. En vervolgens van de ademhalingsoefening gaan we naar de staande op balanshouding. Ik ga telkens een houding uitleggen van heel toegankelijk opbouwen naar iets moeilijker. Top, heel moeilijk. Ik zou u zeggen, kies de makkelijkste houding en bouw van daaruit verder naar een houding waarvan je voelt dat je die nog comfortabel kunt, omdat elke houding wordt een tiental tellen aangehouden en het is dus de tijdsduur die ook wel weer een moeilijkheid geeft. Dus begin zoetjes en bouw verder als je echt voelt dat het kan. Maar het mag op geen enkel moment een echte strijd worden. Als je aan het strijden bent, even loslaten, opnieuw beginnen. En de kalmte bewaren. Dus van de staande en balans en balancerende houdingen gaan we naar de Shavasana. De Shavasana bevindt zich in het midden van de practice. Van inspanning gaan we instant naar ontspanning. Een heel waardevol moment. We gaan proberen alles los te laten nadat we de inspanning hebben gehad. En na de Shavasana komen we tot de liggende poses. En de liggende poses zijn enorm helend voor de wervelkolom, de core spieren. En dat is echt een reiniging van je lichaam. En op het einde sluiten we nog af met een heel erg krachtige ademhalingsoefening, opnieuw gericht op enerzijds volume creëren en anderzijds de warmte die we gecreëerd hebben of die we opgebouwd hebben in je lichaam loslaten. Zo, 26 houdingen, 2 ademhalingsoefeningen en 6 Big Yang zonnegroeten. Daar gaan we mee van start. Ik wens jullie veel plezier. Zet jullie in ieder geval al vooraan op het matje. Zet u vooraan op de mat, zet de voeten onder de heupen. De voeten mooi recht en zet je in een actieve houding. Een actieve houding wil zeggen, we rollen de schouderbladen achter in een lage brug. We gaan onze borstbeen een klein beetje liften, dus een beetje een fiere houding maken. We brengen de handen gewoon langs ons lichaam. En om deze reeks te starten gaan we even de ogen sluiten. Sluit de ogen en adem maar eens heel erg diep in door de neus. Adem diep in en zucht uit. Adem nog eens diep in. En zucht alles wat speelde van je lichaam af. En maak dan eventjes alles stil. Hou de ogen gesloten. En ga jezelf nu eens even voor ogen halen. Waarom, wat je intentie is om aan deze practice te beginnen. Wat wilde jij of wat denk jij uit deze practice te kunnen halen? Wat denk je dat deze practice u kan geven? Wat is uw reden om op de mat te komen staan? Wat is uw reden, uw intentie om een gans uur op de mat te blijven? Want dat is in deze practice het opzet. Het opzet is niet om de houdingen te gaan meesteren, om de beste houding te gaan hebben. Het opzet is om een gans uur op de mat te blijven, dicht bij je lichaam, dicht bij je ademhaling en elke keer als je afdwaalt, terug te keren. En daarvoor heb je een heel krachtige of goede intentie nodig. Dus haal je intentie voor ogen en laat die vervolgens los. Dat is voldoende, meer hebben we daar niet mee te doen. En vervolgens houden we de ogen gesloten. Je hoeft niet naar het scherm te kijken. En nu gaan we terug naar ons lichaam. We gaan opnieuw een vieren positie maken. En vanuit die vierheid gaan we het gewicht naar voren plaatsen, naar voren aan in de voeten.
En van vooraan in de voeten verplaatsen we het gewicht naar onze rechtse voet. Van rechts verplaatsen we het gewicht naar achteraan in de hielen. Draaien we door naar de linkse zijde. En komen we vervolgens centraal. Niet voor, niet achter, niet links, niet rechts. We staan centraal, goed geaard op de mat. Een bewuste positie waarbij we alle 10 de tenen gaan gebruiken. Dus spreid de tenen en voel met de tenen bewust contact met de mat. En vanuit deze actieve, stabiele en krachtige houding, vanuit die juiste intentie, gaan we richting de ademhaling. We gaan gewoon de ademhaling observeren. De gevorderde yogi die kan contact maken met de Ujjayi-ademhaling. De minder gevorderde yogi die gaat gewoon de ademhaling observeren. En afhankelijk van uw niveau gaat je heel veel aandacht sturen naar die ademhaling toe. Of gaat je eerder dicht bij je lichaam blijven, voor de poses. Adem je nog een laatste keer bewust in en bewust uit om vervolgens de ogen te openen. Op een inademhaling de armen te cirkelen, hoog naar de hemel te reiken met beide handen. Mogelijk in een lichte achteroverbuiging te gaan, om van daaruit heel rustig in een vooroverbuiging te gaan, de handen naar de grond te brengen. We buigen hierbij de benen om de rug te ontlasten. Met de volgende inademhaling plaatsen we de handen op de schenen en maken we een tafeltje in de rug. We kantelen ons bekken naar achter, brengen de schouderbladen in de achterzak en maken een rechte rug. Op een uitademhaling buigen we opnieuw voorover, zetten we de handen op de mat en stappen we één voor één de voeten naar een hoge plank. Hier blijven we voor een inademhaling. Op een uitademhaling zetten we allemaal de knieën neer. En gaan we met de borst naar de mat, maar we raken op een uitademhaling, gaan we naar beneden, maar we raken de borst net niet. De ellebogen zijn tegen de romp. Op een inademhaling komen we terug naar een hoge plank. En op een uitademhaling gaan we opnieuw naar een lage plank en leggen ons lichaam rustig neer. We gaan nu op een inademhaling ons lichaam zacht omhoog oprollen. Een zachte cobra noemt dit. En op een uitademhaling zetten we de knieën in de mat en gaan we eerst in een downward, in een child pose liggen. Zit vlak op de hielen, borst naar de grond en strek de armen voor u uit. En blijf hier enkele ademteugen. Dit is ineens de veiligheidshouding en de houding waarin ieder van jullie op elk moment kan terugkeren. Dus als het even te zwaar wordt, ga dan even in die child pose zitten en sluit later aan. De eerste zonnegroet is heel zacht, heel ontspannen. Zelfs gaat het tempo ietsje opdrijven. Spreid nu bewust de vingers in de mat. En ga van hieruit de tenen naar boven trekken, in de mat plaatsen. En ga naar de eerste down dog, neerwaarts kijkende hond. Daarbij brengen we ons zitvlak heel hoog in de lucht. De benen zijn gebogen. En we proberen ons staartbeen steeds hoger te brengen. We komen met de borst en de schouders, of we komen met de borst en het hoofd door de schouders. We duwen ons uit doorheen onze vingers, onze handen en onze armen. De schouderbladen zijn laag op de rug, staartbeen is hoog. En van hieruit wandelen we om beurten zachtjes de hielen om beurten in de mat. Dat wil zeggen dat we het ene been een beetje meer uitstrekken en het andere been een beetje meer buigen. We masseren als het ware de achterzijde van onze benen los. Bij de volgende inademhaling liften we ons rechtse been hoog in de lucht. Op uit zetten we de rechtse voet tussen de handen, stap de linkse voet bij en buigen we voorover. Ook hier zijn de benen weer gebogen om de rug te ontlasten. Op een inademhaling zetten we de handen op de schenen, maken we lengte in de rug. Op een uitademhaling buigen we voorover. Op een inademhaling cirkelen we de handen hoog naar de hemel. We reiken op. Elke uitademhaling brengen we rustig de handen voor het hart. Dit was de eerste zonnegroet, van hieruit bouwen we verder. Adem, cirkel, reik hoog op. Mogelijks een lichte achteroverbuiging zonder pijn.
Adem uit, buig voorover, buig de benen, handen naar de grond. Adem in, maak lengte in de rug, handen op de schenen, een lange rug, een rechte rug, een tafeltje maken. Adem uit, buig voorover, zet de handen op de mat en stap naar een hoge plank. Blijf hiervoor in. Bij voorkeur via de knieën ga naar een lage plank. Span de billen, schouders voorwaarts en op inkomen terug naar een hoge plank. Op uitzet opnieuw de knieën neer. Op een volledige plank gaan we terug naar een lage plank. Hier gaan we naar een zachte cobra, borst liften. Of een upward facing dog voor de meer gevorderde yogi. Van daaruit gaan we meteen via de knieën of over de tenen door naar een downward facing dog. In die down dog buigen we opnieuw de benen om iets meer ruimte te creëren in de lage rug. We wandelen de hielen, ombuigen links en rechts opnieuw in de mat. We zoeken naar die comfortabele positie. De down dog die het minste inspanning vraagt. Adem nu voor de laatste keer in hier. Adem rustig uit, maak meer lengte. Adem in, lift uw linkse been hoog in de lucht. En op uit zetten we de linkse voet tussen de handen, rechtse voet staat bij en we buigen voorover. Adem in, maak lengte in de rug, tafeltje maken. Adem uit, buig voorover. Adem in, cirkel de handen rijk hoog op naar de hemel. En adem uit, handen voor het hart. Nog 4 maal. Adem in, cirkel rijk hoog. Adem uit, buig voorover. We drijven het tempo lichtjes op. Adem in, handen op de schenen, maak lengte in de rug. Adem uit, buig voorover, stap naar de hoge plank. Ga meteen via de knieën eventueel naar een lage plank. Kom terug naar een hoge plank op in. En op een uitademing terug naar een lage plank. Een zachte cobra of een upward facing dog. En op uit naar een downward facing dog. Blijf connectie maken met die ademhaling. Voel wat uw lichaam nodig heeft in die down dog. Masseer de benen. Adem nog een laatste keer in en lift uw rechtse been hoog in de lucht. Adem uit, zet de rechtse voet tussen de handen, stap de linkse voet bij en buig voorover. Adem in, maak lengte in de rug. Adem uit, buig voorover. Adem in, cirkel de handen rijk hoog op naar de hemel. En op uit brengen we rustig de handen voor het hart. Laatste 3. Adem in, cirkel rijk hoog op. Adem uit, buig voorover. Adem in voor lengte in de rug. Adem uit, buig voorover, stap naar de hoge plank, ga meteen naar de lage plank. Kom op een inademhaling terug naar een hoge plank. Op een uitademhaling lage plank en dan een zachte cobra of een up dog op in. En een downward facing dog op uit. Spreid de vingers in de mat. Zet de tenen eventueel een beetje hoger. Probeer een steeds langere rug te maken, de schouderbladen laag op de rug te laten, weg van de oren. En blijf rustig doorademen. Bij de volgende inademhaling liften we ons linkse been hoog in de lucht. Op uit zet de linkse voet tussen de handen, rechtse voet staat bij en we buigen voorover. Op een inademhaling maken we lengte in de rug, tafeltje maken. Op een uitademhaling buigen we voorover. Op in cirkelen de handen rijken we hoog op naar de hemel. En op uit brengen we rustig de handen voor het hart. Laatste 2. Met diepgang en plezier. Adem in, cirkel. Rijk hoog op. Adem uit, buig voorover. Adem in, lengte in de rug. Adem uit, buig voorover, stap naar die hoge, ga meteen naar de lage plank. Op inkomen naar een hoge plank. En uitademhaling is een lage plank. Zacht ons bovenlichaam optillen voor een zachte cobra of een upward facing dog. En vervolgens gaan we door op een uitademhaling naar een downward facing dog.
Voel wat je lichaam nodig heeft. Blijf dicht bij je ademhaling. Creëer lengte in de rug. Buig de benen. En bij de volgende inademhaling liften we ons rechtse been hoog in de lucht. Op en uit zetten we de rechtse voet tussen de handen. Linkse voet staat bij en buigen we voorover. Op een inademhaling liften we de borst. Lange rug, tafeltje maken en op een uitademhaling buigen we voorover. Op in cirkel de handen reiken we hoog op naar de hemel. En op uit brengen we rustig de handen voor het hart. De allerlaatste adem in cirkel, reik hoog op. Adem uit, buig voorover. Adem in, maak lengte in de rug, tafeltje maken. Adem uit, buig voorover, stap naar een hoger. Ga meteen naar een lage plank. Een zachte cobra of een upward facing dog op in. En een downward facing dog op uit. De laatste keer hier. Spreid die vingers. Masseer die benen. Creëer lengte in de rug. En laat de schouderbladen zinken laag op de rug. Bij de volgende inademing lift we ons linkse been hoog in de rug. Op uit zetten we de linkse voet tussen de handen, rechtse voet staat bij en we buigen voorover. Op een inademing liften we de rug, dan maken we lengte. Op een uitademing buigen we voorover. Op in cirkel opnieuw de handen hoog naar de hemel. Met opnieuw een lichte achteroverbuiging als dat kan. En op uit brengen we rustig de handen voor het hart. Hou even de ogen gesloten. En voel eens even wat we teweeg gebracht hebben. Deze 6 simpele zonnegroeten hebben energie gecreëerd, warmte, ademhaling is versneld, hartslag is verhoogd. Dat geeft een heerlijk gevoel. Adem maar eens diep in en uit. Zucht maar eens goed. En verstrengel dan voor de volgende ademhalingsoefening. De vingers. En plaats de verstrengelde vingers onder de kin. De voeten staan nog steeds op heupbreedte. We gaan zo meteen zoveel mogelijk zuurstof inademen door de neus. Bij de inademhaling gaan we de ellebogen liften. Hoog. Adem in, adem in, adem in, adem in, adem in, adem nog meer in. Breng nu de ellebogen samen en lift uw hoofd, adem uit door de mond. Adem in, hoofd neutraal, ellebogen hoog. Adem nog meer in en adem uit. Adem in, hoofd neutraal, adem zoveel mogelijk in. En adem uit, ellebogen samen, lift uw hoofd. Steek daar kracht in, adem in. En adem uit. Adem in, hoofd neutraal. En adem krachtig uit. Nog 4. Adem uit. Adem meer in. Adem krachtiger uit. Laatste 2. Adem uit. Laatste hier. En adem uit. Goed zo. Breng je hoofd neutraal. Zet de voeten op heupbreedte. De vingers blijven verstrengeld. De wijsvinger is voor u uitgericht. Of boven u uitgericht. Van hieruit gaan we de armen strekken. De eerste houdingen maken de wervelkolom los. De armen volledig gestrekt boven uw lichaam is de meest intensieve houding. Mensen met schouder- of nekklachten die kunnen ervoor kiezen om de handen voor het hart te brengen. Strek de armen boven je uit of hou ze voor je hart. Creëer lengte in je lichaam. Sta bewust met de voeten in de mat. Span de billen, span de benen. Trek de navel naar binnen en de bekkenbodemspieren naar boven. Maak connectie met je ademhaling. En van daaruit gaan we de heup naar links duwen en reiken we met de vingers naar de rechtse zijde en openen we op die manier de linkse flank. We proberen te schieten met de vingers boven ons lichaam en we reiken met de vingers naar de rechtse zijde terwijl we de linkse heup steeds meer opzij openen.
Deze houding verloopt moeiteloos. Als je nu al aan het vechten bent, kom dan een klein beetje meer uit de houding. Kies uw houding op basis van uw voelen. Blijf hier nog enkele ademteugen staan. Hou de benen sterk, hou de billen sterk. Blijf doorademen, blijf zacht voor uzelf. En kom bij de volgende inademhaling terug naar uw centrale positie. Maak opnieuw iets meer lengte. Span opnieuw de benen en de billen. Adem en open de heup naar de rechtse zijde en wijs of rijd met de vingers naar de linkse zijde. Om op deze manier de rechtse flank zoveel als mogelijk te openen. Blijf de billen spannen. Blijf de wervelkolom activeren. Beveilig op die manier uw rug. Blijf ademen en als je voelt dat de houding te veel uitdaging vraagt, kom dan een klein beetje meer uit deze houding. We zorgen voor ons lichaam. Het hoeft niet per se een grote strijd te zijn. Integendeel. Blijf rustig doorademen. Laatste ademing. En kom vervolgens terug uit deze houding. Laat de handen even zakken, rol de schouders achterwaarts, rol de schouders voorwaarts. Opnieuw de handen voor het hart, ofwel de armen boven ons uitgestrekt. Rijk zo hoog mogelijk, span de benen, span de billen, span de koorspieren. Richt nu de blik naar de achterzijde, kijk zo ver mogelijk achter u. En laat de handen de blik volgen. Ga in een achteroverbuiging. Mensen met schouder- en nekklachten of rugklachten plaatsen de handen voor het hart. Pas de oefening aan aan uw lichaam. Blijf de billen spannen. Blijf de benen sterk maken. Blijf rustig doorademen. Neem nog 2 ademteugen hier. Om bij de volgende inademhaling meer uw lichaam aan te spannen, uit de houding te komen en meteen in een vooroverbuiging te gaan. In die vooroverbuiging buigen we de benen en brengen we de borst, de neus en de kin tussen de knieën. Ofwel verstrengelen we de armen rondom onze benen, ofwel plaatsen we de vingers onder de hielen. We blijven rustig doorademen. En eens we voelen dat we goed in de houding zitten, kan je ervoor kiezen om geleidelijk aan de heupen ietsje hoger te brengen. En blijf die diepgang in die ademhaling sturen. Probeer de neus en de borst iets dichter bij de knieën en de bovenbenen te brengen. Neem nog 2 ademteugen hier. En met de volgende inademhaling reiken we de handen voor ons en gaan we op een stoeltje zitten. De schouderbladen zijn achter in een laag. Ons stoeltje is redelijk laag. De knieën komen niet voorwaarts. De dikke tenen blijven zichtbaar. We zitten op een stoeltje en we voelen de uitdaging in de bovenbeenspieren, maar we blijven zacht voor onszelf. Om de schouders en nek te ontlasten, kan je de handen voor het hart plaatsen. Ga nog een beetje dieper zitten. Neem nog 1 ademteug hier. Blijf vriendelijk voor jezelf. En kom vervolgens op de tippen van de tenen. En als je balans verliest, dat is niet erg. Daar draait deze practice over. Vallen en opnieuw opstaan. We nemen nog 1 ademteug op de tippen van de tenen. En vervolgens gaan we ons zitvlak laten zakken op de hielen. In deze houding gaan we de wervelkolom volledig richten. De handen zijn voor het hart. Of we verstrengelen de vingers en reiken met de armen boven ons lichaam. We proberen opnieuw zoveel mogelijk lengte te maken in de wervelkolom. En met deze houding smeren we de enkels en de knieën. We blijven rustig ademen. En bij de volgende inademhaling ga ik met een rechte rug beheerst opnieuw uit deze houding komen. Laat ik de armen zakken. Ik schud de benen. Ik zucht, ik kuch, ik puf en ik glimlach. Het lichaam is nu helemaal warm. En klaar voor de eerste pose. De eerste balanspose van vandaag. De Eagle Pose.
Voor de Eagle Pose starten we met de arm. We brengen de armen zijwaarts. Vervolgens schept de rechtse arm onder de linkse. De ellebogen kruisen. En vervolgens gaan we de handpalmen tegen elkaar brengen. Je kan ook gewoon de tegenovergestelde duim vastnemen. Van daaruit, met die verstrengelde armen, gaan we de ellebogen en de schouders laten zakken. Steeds meer. Buigen we de benen. En brengen we het rechtse been over en langs het linkse steunbeen. Dit is de meest toegankelijke houding. Het rechtse been staat er ondersteuning langs het linkse steunbeen. Voor meer diepgang kan je ervoor kiezen om de rechtse teen op te tillen van de mat of volledig te verwikkelen rondom het scheenbeen. We gaan diep door de benen buigen. We trekken de ellebogen en de schouders steeds lager. Onze blik is gericht op een vast punt in de ruimte. Ergens voor u. We zijn vastberaden, maar we zijn lief voor onszelf. Vriendelijk. We blijven ademen. We zoeken de diepgang in de houding die toegestaan is. We nemen nog één ademteug hier. En vervolgens komen we rustig uit deze houding. Schud met de arm, schud met de benen. Zucht maar eens goed en breng vervolgens de arm opnieuw langs zij. Deze keer schept de linkse arm onder de rechtse. De ellebogen kruisen. De armen of de handpalmen komen tegen elkaar. Je kan ook gewoon de tegenovergestelde duim vastnemen. Van daaruit gaan de ellebogen en de schouders naar beneden worden getrokken. We buigen de benen en opnieuw gaat deze keer het linkse been rond het gebogen rechtse steunbeen. We plaatsen de voet van de linkse teen langs ons op de mat voor extra ondersteuning. Of we gaan opnieuw het been rond het steunbeen verwikkelen. Moeiteloos. Zoals je ziet, is de ene kant vaker lastiger dan de andere kant. Maar maak er opnieuw geen al te grote struggle. Het gaat niet over die perfecte houding. Het gaat over hoe jij omgaat met die houding. Blijf rustig ademen. Creëer de diepte. Nog één ademteug hier, schouders en ellebogen laag. En kom vervolgens rustig uit deze houding. Schud de armen, schud de benen. En adem maar eens diep in en uit. Voor de volgende houding gaan we de linkse voet centraal op de mat zetten. We beginnen met de toegankelijke pose. Linkse voet staat centraal, we maken ons steunbeen sterk. Bovenbeenspier is actief, bilspier is actief. De navel trekken we naar binnen, bekkenbodemspier trekken we naar boven. We nemen de rechtse knie vast. We plaatsen één hand op de knie en één hand op ons scheen. De borst is vier. Mensen die meer diepgang kunnen, die kiezen ervoor om de rechtse voet vast te nemen. Volledig. Of met wijs en middelvinger. Van hieruit kan je eventueel, als je voelt dat dat kan, het rechtse been deels of misschien wel volledig uitstrekken. Kies de houding die het beste bij u past. Blijf rustig doorademen. Blijf kijken naar dat vaste punt in de ruimte. Beleef plezier aan deze pose. Neem nog één ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit deze houding. Mooi zo. Goed bezig. Schud de armen in de benen. Plaats het rechtse steunbeen centraal op de mat. Ga deze keer voor de meest toegankelijke houding uw linkse knie optillen. Plaats één hand op de knie en één hand op uw scheen. Maak uw steunbeen sterk. Activeer de spieren. Voor meer diepgang kan je ervoor kiezen om de linkse teen of de linkse voet deels of volledig vast te nemen en het linkse been deels of volledig uit te strekken. Nogmaals, kies de pose die bij u past.
Maak de borst fier, maak het steunbeen sterk. Richt de blik op dat vaste punt in de zaal. Wees vastberaden. Als je valt, sta dan rustig opnieuw weer rechtop. Kies de houding die bij je past. Neem nog één ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit deze poot. Schud opnieuw de armen en de benen rustig los. Linkse been komt weer centraal. Linkse voet centraal. We gaan deze keer voor de meest toegankelijke houding het rechtse been of de rechtse voet vastnemen in de rechtse hand. Dit is voor veel al ruimschoots voldoende. Probeer uw balans hier te vinden. Anderen kunnen ervoor kiezen om de linkse arm boven zich uit te strekken. En vervolgens om te trappen met de rechtse voet in de rechtse hand. En in een voorwaartse aangespannen boog te komen. Doordat ik trap in mijn hand en trek met mijn hand aan mijn voet, kom ik in een lichte backbend, achteroverbuiging. Ik rijd met de linkse hand zo ver mogelijk voor mij. En ik probeer mijn rechtse voet hoger dan mijn hoofd te brengen. Ik trap steeds meer en ik trek steeds meer. Nogmaals, iedereen bepaalt voor zichzelf in welke pose dat hij staat. We nemen nog twee ademteugen hier. Probeer de voet eventueel nog ietsje verder te brengen of probeer je steunbeen nog iets krachtiger te maken. En kom vervolgens rustig uit deze houding. Zucht, kuch, puf, glimlach. En plaats de rechtse voet centraal op de mat. Rechtse voet op de mat, de linkse voet in de linkse hand. Voor velen is dit reeds voldoende. Als jij voelt dat voor u de boogpose haalbaar is, strek dan de rechtse arm boven u uit. Trap met de linkse voet in de linkse hand en trek met de hand aan de voet, waardoor de voet en de hand steeds hoger gaat. Schuin hier voorwaarts en rijk nu met de rechtse hand op de voorzijde van de ruimte. Blijf ademen. Blijf vastberaden. Zoek uw eigen diepgang. Concentreer en mediteer. Eén ademteug hier. En kom dan rustig uit deze pose. Schud met de armen, schud met de benen. Voor de volgende houding gaan we naar een krijgerpose. We brengen de handen voor ons lichaam. We verstrengelen de vingers. Wijsvingers zijn boven ons uitgestrekt. We strekken de armen volledig boven ons uit. De houding wordt echter vele malen toegankelijker door de handen voor je lichaam te plaatsen, voor je hart. We gaan met de linkse voet een kleine stap voorwaarts zetten. Vervolgens brengen we ons rechtse been naar achteren. En per centimeter dat ons rechtse been naar achter gaat, komt onze borst voorwaarts. En we gaan naar een volledig horizontale lijnstreep. We proberen met de rechtse voet de achterzijde van de zaal te raken. En met de armen, eventueel voor het hart of volledig uitgestrekt, reiken we naar de voorzijde van de zaal. We blijven hier ook weer rustig doorademen. We bepalen zelf om een houding al dan niet te verdiepen. Blijf hier nog enkele ademteugen en als je valt, sta je rustig weer rechtop. En kom vervolgens uit deze houding. Schud de benen en dan maken we ons klaar voor dezelfde houding aan de andere kant. Nogmaals, ofwel plaatsen we de handen voor het hart, ofwel strekken we de armen boven ons uit. We zetten de rechtse voet een kleine stap voor ons. Linkse voet gaat naar achteren. Per centimeter dat het linkse been naar achteren gaat, komen de armen voorwaarts of komt de borst voorwaarts. We trachten de linkse heup gelijk te houden met de rechtse.
De linkse hiel proberen we de achterzijde van onze ruimte te raken en met de armen de voorzijde van de ruimte. We streven naar die volledige horizontale lijn. Maar als dat niet lukt, is dat geen erg. En als je valt, dan sta je gewoon opnieuw op. Practice makes perfect. Neem nog één ademteug hier. En kom dan rustig uit deze houding. Zucht maar eens goed. Geniet van die inspanning en van die uitdaging. Hier draait het uiteindelijk. Voor de volgende houding gaan we zijwaarts gelijk met de korte zijde van de mat staan. In een brede spreidstand. Dus plaats de voeten breed op de mat. De voeten staan gelijk met de korte zijde van de mat. En vervolgens gaan we de schouders opwaarts, achterwaarts en laag op de rug plaatsen. We brengen de armen achter ons. We verstrengelen de vingers of we nemen de tegenovergestelde elleboog vast. Dus verstrengel de vingers of neem de tegenovergestelde elleboog vast. Op een inademhaling liften we de borst, rijken we op. En op een uitademhaling gaan we voorwaarts scharnieren. De mensen die de vingers verstrengeld hebben, probeer de handpalmen tegen elkaar te houden. De armen volledig gestrekt van de rug af te brengen. De mensen die het tegenovergestelde elleboog vastnemen, die houden die rustig vast. Vervolgens gaan we de pulsaties van de ademhaling gebruiken om steeds dieper in deze pose te komen, zonder dat het een gevecht wordt. Probeer de adem te gebruiken als een gids om u dieper en dieper in de houding te brengen. En met dieper in de houding bedoel ik niet de houding moeilijker maken, maar dichter in uw lichaam te geraken. Zonder dat het een gevecht wordt. Neem nog één ademteug hier en scharnier vervolgens rustig uit deze houding. Laat de armen los, blijf in deze spreidstand staan. Ga nu de rechtse voet openen naar de voorzijde van de mat. We gaan in een krijgerhouding staan. Ons rechtse been gaan we diep buigen. Ons linkse been is volledig gestrekt. We brengen de rechtse arm voor ons, de linkse arm achter ons. We gaan nog een klein beetje dieper door ons rechtse been buigen. Vervolgens reiken we voorwaarts met de rechtse hand. Scharnieren we naar beneden en plaatsen we de rechtse vingers langs onze rechtse voet. De linkse arm is naar boven gericht. Sommige mensen gaan de rechtse voet of rechtse hand liever volledig plat op de mat kunnen zetten. Sommigen gaan misschien zelfs kunnen binden door de linkse hand laag op de rug te plaatsen en de rechtse hand onder het rechtse been elkaars handen vastnemen op de rug. Het voorste rechtse been is diep gebogen. De blik is gericht naar de bovenzijde van de zaal. Bepaal zelf de houding. Probeer lengte te maken in uw linkse been. Neem nog één ademteug. En scharnier vervolgens uit deze houding. Sluit uw rechtse voet gelijk met de korte zijde van de mat. Open de linkse voet gelijk met de lange zijde van de mat. En ga vervolgens uw linkse been diep buigen. Uw rechtse been volledig strekken. En de uitdaging in uw linkse steunbeen of linkse been is oké. Okay. Linkse been of linkse arm voor u, rechts arm achter u, gaat diep door uw voorste been buigen. Vervolgens reiken we opnieuw voorwaarts, plaatsen we de linkse hand aan de binnenzijde van de linkse voet plat neer en reiken we met de rechtse hand naar de bovenzijde van de ruimte. We reiken daarmee naar de hemel. En we maken als het ware een rechte lijn van de linkse hand naar de rechtshand. Sommigen kunnen meer diepgang vinden. Sommigen kunnen misschien opnieuw weer binden door de linkse hand laag onder uw linkse been te plaatsen en uw rechtse hand laag achter de rug. We blijven de adem lang maken. We blijven bewust aanwezig op de mat.
zonder dat we te veel vloeken tegen onszelf. Blijf vriendelijk. Die interne wereld, daar draait het over. Het zijn slechts de houdingen die zichtbaar zijn. Maar het gaat over hoe jij hiermee omgaat. Nog één ademteug, kom rustig uit de houding. En verbreng nu uw rechtse been een halve stap dichter bij uw linkse been. Dus de voeten staan op ongeveer een halve meter van elkaar. De voeten zijn beide gericht naar de voorzijde van uw mat. We proberen de heupen in dezelfde richting te laten wijzen, naar voren. We brengen de handen voor het hart. We ademen in, we maken lengte. We ademen in. En vervolgens gaan we voorover scharnieren. Brengen we de handen naar de voorste voet. Buigen we bij voorkeur ons linkse been. En proberen we de borst en de neus dicht tegen ons voorste knie te brengen. Het linkse been buigen is goed voor de mensen die niet te veel mobiliteit achteraan in de heupen en hamstrings hebben. Je mag het linkse been steeds verder trachten uit te strekken. Als je voelt dat dat kan. Blijf intussen tijd rustig doorademen. Neem nog één ademteug hier. En kom dan rustig weer uit deze houding. Wissel van been. De rechtse voet komt voorwaarts op de mat. De linkse voet op ongeveer een halve meter afstand. De heupen zijn voorwaarts gericht. De vingers verstrengelen. We reiken de vinger op de wijsvinger hoog. We strekken uit op een inademhaling. En op een uitademhaling gaan we voorwaarts scharnieren. Opnieuw ons rechtse been gaan we eventueel iets meer buigen. Zodat de borst en de neus dicht bij ons rechtse knie geraken. Eens in de houding is het de ademhaling die ons gidst om de diepgang te vinden. Maak de ademhaling lang. En ontspan uw gelaat. Ontspan uw kaken. Neem nog één ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit deze houding. Schud de armen en schud de benen. Zucht opnieuw goed. Vervul u met het gedacht dat je supergoed bezig bent. En dat er ons nog twee balanshoudingen resten alvorens Shavasana. Voor de volgende houding, de tree pose, gaan we de linkse voet centraal zetten. De rechtse voet komt laag tegen de linkse enkel. Voor veel balans. Mensen die voelen dat ze de houding iets meer diep gaan kunnen geven, die plaatsen de voet onder de linkse knie. Voor zij die de houding kennen en zekerheid hebben over de diepgang, die kunnen ervoor kiezen om de rechtse voet hoog in uw heup te plaatsen, boven de knie. De houding is tweeledig. Enerzijds gaan we de rechtse knie openen en anderzijds gaan we de heupen of lengte creëren in ons lichaam. De handen zijn voor het hart. Zij die willen, kunnen de boom volledig afwerken door de arm boven zich uit te strekken. Balans aan de ene zijde en openen in de heup aan de andere zijde. Of de voet nu boven de knie, onder de knie of tegen de voet staat, is niet van belang. Probeer deze houding met zekerheid aan te houden. Probeer je lichaam te voelen, je spieren te activeren. De adem nog steeds op de voorgrond te plaatsen. Adem nog een laatste keer in. Adem rustig uit. En kom uit de pose. Goed zo. Vervolgens komt de rechtse voet centraal. We gaan de linkse voet laag tegen de enkel plaatsen. Half hoog onder de knie. Of voor zij die de houding kennen en kunnen, die kunnen de tree pose doen, waarbij de linkse voet hoog in de heup staat. Maak uw steunbeen krachtig.
Open die linkse heup. Geef toestemming om te openen. Zoek die balans. Plaats de handen voor het hart. Of strek de armen volledig boven u uit. De schouderbladen zijn laag. De armen zijn gestrekt. Nogmaals, iedereen kiest de houding die best bij zich past. Schouderbladen achter in een laag. De aandacht is gericht op één vast punt. En mogelijk verschijnt er zelfs een lichte glimlach op uw gelaat. Simpelweg omdat het kan. We nemen nog één ademhaling hier. En vervolgens komen we rustig uit deze pose. De tiptoe pose is de laatste. Een houding die we een beetje, waarvan we een beetje spielerij kunnen maken. Of eentje waar we eerder voorzichtig in gaan. Het linkse steunbeen is centraal en we buigen ons linkse been. Vervolgens gaan we de rechtse voet op de linkse knie plaatsen. Ik begin met de veilige houding. De heup gaan we achterwaarts brengen. De handen zijn voor het hart. Schouderbladen zijn achter in een laag. Dit is de houding die voor de meeste mensen toegankelijk is. Sommigen vinden het prettig om op de tip van de teen te komen en op die manier iets meer balans te zoeken. Sommigen echter gaan mogelijk de pose met volledige diepgang kunnen uitvoeren. Op de tip van de teen, die, twijfel er niet aan, ruimschoots uitdagend is. Nogmaals, het gaat niet over de houding. Het gaat over hoe jij er mee omgaat. Vervolgens komen we na de volgende uit- of inademhaling. Opnieuw op dezelfde manier weer rustig uit deze houding. We schudden de benen en gaan opbouwen naar de andere kant. De rechtse voet komt centraal. We gaan ons steunbeen buigen. Zit vlak naar achteren, borst naar voren. We plaatsen de linkse voet op de rechtse knie, de linkse knie zien naar buiten. We brengen de handen rustig voor het hart, schouderbladen achter in een laag. Deze houding is voor velen al ruimschoots voldoende. Sommigen vinden het prettig om de diepgang op te zoeken door op de tip van de teen te komen. Anderen die willen misschien proberen de volledige pose te zoeken. Die twijfelen er niet aan, geen evidenties. Leg de handen langs u voor ondersteuning. Blijf gefocust op het vaste punt in de ruimte. Blijf zacht voor uzelf. En zoals we in de houding zijn gegaan, proberen we ook weer uit de houding te komen. Schud de benen. Schud de armen. Zucht diep in en zucht diep uit. Het eerste deel van deze practice zit erop. Dus neem eventjes een slokje water als je dat in de buurt hebt. Je hebt dat verdiend. Je hebt dat echt goed gedaan. En we nemen nu plaats op onze mat voor een tussentijdse Shavasana. De Shavasana in deze practice is ontzettend belangrijk. Strek je lichaam uit op de mat. Duw de hielen een beetje verder. Breng de schouderbladen ietsje lager op de rug. En zucht nog eens goed in en uit. En neem de zuchten die jij nodig hebt om volledig los te laten. Het belang van deze Shavasana schuilt erin om instant van activiteit naar diepe ontspanning te gaan. Of je nu tevreden waart over de houdingen of niet. Of het nu goed ging of het ging minder goed, maakt allemaal niet meer uit. Maak de oefening om instant alles los te laten en de diepe rust gedurende een minuut toe te staan.
En van hieruit gaan we dan opnieuw opbouwen. We gaan opnieuw connectie maken met ons lichaam. We gaan de vingers en de tenen eventueel eens bewegen. En vooral gaan we ook terug naar onze ademhaling. Zij die de Ujjayi-ademhaling hanteren, die gaan terug de Ujjayi-ademhaling vanaf het begin opbouwen. Anderen gaan gewoon opnieuw bewust ademen. Want ook in de liggende poses gaan we de ademhaling centraal op de voorgrond plaatsen. Adem nog eens diep in. Adem rustig uit. En dan gaan we naar de volgende reeks. Liggende houding. We brengen hier ons linkse knie hoog op. We nemen één hand op de knie, één hand op de scheen en onze rechtse been kunnen, gaan we ook optillen van dat. Deze is de meest toegankelijke houding. Het rechtse been komt op van de mat. Schouderbladen, hoofd is ook op van de mat. Sommigen gaan het linkse been vastnemen in de knieholte door de vingers te verstrengelen en gaan het linkse been volledig uitstrekken. Eventueel kan je het linkse been wat hoger vastnemen. Beide benen zijn op van de mat. Het ene been is naar boven, het andere been voor u uitgestrekt. De borst is fier, de schouderbladen zijn laag op de mat, of laag op de rug liever. De adem staat centraal. En mogelijk kan jij ook de billen aanspannen. Probeer de benen sterk te houden. Probeer nog enkele ademteugen vast te houden. En zo meteen wisselen we van been waarbij de borst hoog op blijft van de mat. Dus bij de volgende inademhaling wissel de benen op uw manier. Maar laat uw borst hoog op van de mat. Deze keer is het linkse been volledig gestrekt. Het rechtse been is naar boven gericht. De billen spannen we aan. De borst maken we fier. De schouderbladen zijn laag op de rug. We blijven rustig doorademen. Voor de volgende houding gaan we zo meteen de benen loslaten. En gaan we de oefening even heel moeilijk maken. Dus we laten de benen los. We komen rechtop zitten. En we gaan vervolgens in een voorovergebogen positie. In de voorovergebogen positie is het aangenaam om de benen lichtjes te buigen. De borst en de neus plaatsen we tussen de knieën en de benen. Vervolgens, als je voelt dat dat kan, kan je ervoor kiezen om de benen ietsje verder uit te strekken. Maar voor velen zal het beter zijn om de benen gebogen te houden. Vervolgens is het het ritme van de adem. Die zal aangeven wanneer je de wervelkolom iets langer kan maken. En de uitademing wanneer je iets meer diepgang kan vinden in de houding. We nemen nog één ademteug hier. En vervolgens komen we rustig recht. Van daaruit gaan we ons lichaam in buiklig op de mat plaatsen. In buiklig. Waarbij we de handen onder de schouders plaatsen. De benen zijn ontspannen en we gaan ons lichaam zacht opduwen van de mat. Of voor zij die kunnen, die mogen het lichaam of het bovenlichaam verder uitduwen. De armen ietsje voor u uitwandelen of de armen een beetje dichterbij zetten. Opzet van deze houding is een achteroverbuiging of een backbend, waarbij de heupen contact blijven houden met de mat. Blijf rustig doorademen. Als je voelt dat de houding te intens is, wandel de handen naar voren. Verminder de intensiteit. Neem nog één ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit deze houding. Zo. Voor de volgende houding gaan we de linkse arm onder de linkse heup plaatsen. We plaatsen die linkse arm zo centraal en zo diep mogelijk. We doen hetzelfde met de rechtse arm. De rechtse arm komt centraal en diep onder ons middel. Voor velen voelt dit oncomfortabel, want het is een onderdeel van de pose. De blik is gericht naar de voorzijde van de zaal.
We steunen op de kin. Van hieruit gaan we de billen versterken door ons rechtse been hoog op te tillen van de mat. De heupen in de mat te houden, het rechtse been hoog op te tillen, volledig gestrekt. En de linkse voet is ontspannen. We blijven hier rustig doorademen. We worden niet boos, we blijven zacht. En we zoeken de diepgang die ons lichaam ons toestaat. We nemen nog 2 ademteugen hier. En vervolgens leggen we ons rechtse been neer. En tillen we ons linkse been hoog op. Ons linkse been komt in zeker 45 graden op van de mat. Of daar streven we naar, zonder dat het een gevecht is. We blijven ademen. We concentreren op dat vaste punt. Nog 1 ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit de houding. Haal de armen onder je lichaam en leg het hoofd op het rechtse oor. Dus gericht naar de linkse zijde. Wiegel de heupen even los. In de liggende houdingen is heel veel gericht op het herstellen van de wervelkolom. Doe de houdingen met zachtheid, maar met concentratie. Voor de volgende houding brengen we de heupen opnieuw onder ons middel. Beide benen centraal onder de heupen. De armen wandelen we diep naar onderen. We kijken de blik weer, of we richten de blik weer naar de voorzijde. En van daaruit gaan we de beide benen hoog optillen van de mat. Ook hier blijven we weer vriendelijk. En ik weet, dat is kei lastig. Maar je moet er ooit aan beginnen, aan die zoektocht. Blijf rustig ademen. Neem nog 1 ademteug hier voor mogelijk iets meer diepgang. En kom dan rustig uit de houding. Haal de armen onder je lichaam en plaats de blik naar de rechtse zijde of op het linkse oor. Wieg die heupen links en rechts los. En voor de volgende houding hebben we verschillende opties. We leggen de handen langs zij met de handpalmen naar beneden. De eerste optie is om de schouderbladen en de armen, de benen, op te tillen van de mat. Dus we komen met het bovenlichaam en het onderlichaam op van de mat. Sommigen kunnen ervoor kiezen om de vingers te verstrengelen. De handpalmen tegen elkaar te duwen en de armen volledig uit te strekken. We brengen de armen en de benen zo hoog mogelijk. De ademhaling helpt ons om dieper in de houding te geraken. Nog 1 ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit de houding. Schud opnieuw de benen op de heupen los. Adem maar eens diep in en uit. En voor de volgende houding, dat is de liggende boogpoot. Gaan we de voeten opnieuw vastnemen? Of gaan we de voeten vastnemen liever? De linkse hand neemt de linkse voet vast. Bij voorkeur aan de binnenzijde van de voet. De rechtse hand neemt de rechtse voet vast. Opnieuw aan de binnenzijde van de voet. Vervolgens gaan we trappen met de voet in de handen. En trekken we met de handen aan de voeten, waardoor de knieën en de schouders opkomen van de mat. We blijven trappen, we blijven trekken. En we blijven vooral ook ademen. Een inademhaling helpt u om ietsje dieper in de houding te gaan. Op een uitademhaling houden we die diepgang vast. Ons gelaat blijft zacht, we blijven ademen. We nemen nog 1 ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit de houding. Schitterend werk. Jullie zijn helden. Duw u vervolgens op. Op de knieën.
En vervolgens brengen we de knieën één voor één tussen de handen. De knieën zijn lichtjes uit elkaar. Het zitvlak is geplaatst tussen de hielen. En we zitten eerder aan de voorzijde van de mat. Voor sommigen is dit al een ruim voldoende houding. Anderen gaan het fijn vinden om de handen achter zich te plaatsen. Sommigen kunnen de voeten vastnemen en steunen op de ellebogen. Anderen kunnen mogelijk helemaal gaan nederliggen. Wat uw houding ook is, spiegel u niet aan wat ik doe. Luister naar uw lichaam en kies de pose die het beste bij u ligt. Elke vorm van vooruitgang komt door er telkenmaal opnieuw aan te beginnen. Dus als je niet tevreden bent op dit moment, begin het morgen dan opnieuw aan. En opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Maar doe dat met tevredenheid. Dan wordt het ook nog eens leuk. Kom vervolgens, stap voor stap, rustig uit deze houding. Heel zachtjes. Uw zitvlak blijft op de hielen. We gaan naar een kindhouding, maar een actieve. We gaan de vingers verstrengelen, we punten de wijsvinger. Ons zitvlak is op de hielen. We strekken de armen boven ons uit en we maken zoveel mogelijk lengte. Die lengte gebruiken we om in een voorovergebogen positie te gaan, waarbij ons zitvlak op de hielen blijft. In deze houding proberen we zoveel mogelijk lengte te creëren van ons staartbeen naar de gestrekte armen voor ons. De kracht van deze houding werkt dus in twee richtingen. Enerzijds brengen we de heupen ietsje verder naar achteren en anderzijds brengen we de armen nog ietsje verder naar voren. We blijven hier nog enkele ademteugen. En vervolgens gaan we de armen volledig gestrekt boven ons houden en komen we met een rechte rug ook weer uit deze pose. Goed zo. Het einde is in zicht. Zet nog eventjes door. We komen naar de meest intense backbend voor vandaag. En twijfel er niet aan, al die vooroverbuigingen en opening van de rug is enorm heilzaam. Als de houding in ieder geval aangepast is op uw eigen niveau. Schouderbladen achterin en laag. We plaatsen de handen op de overgang van de lage rug naar de billen, de heupen. We liften de borst en we kijken naar de achterzijde van de ruimte waar we ons in bevinden. Dit is de houding die voor iedereen in min of meerdere mate toegankelijk is. De heupen blijven boven de knieën. We blijven de heupen dus voorwaarts openen. Sommigen gaan één hand op de hiel kunnen plaatsen, waarbij weliswaar de heupen boven de knieën blijven. En anderen gaan misschien wel beide handen op de hiel kunnen plaatsen, waarbij opnieuw de heupen geopend blijven boven de knieën. De blik is gericht naar de achterzijde van de zaal. Dit is de meest intense backbend van vandaag, maar blijf ook hier zacht, behandel je lichaam met respect. Neem nog één ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit deze houding. Wauw. Goed zo. Adem nog maar eens diep in en uit. De volgende houding heeft als doel om de nek te stretchen. Mensen die een gevoelige nek- en schouderregio hebben, voeren deze houding als volgt uit. We nemen de schedel vast en brengen de kin naar de borst. En we blijven in deze positie. Mensen die zeggen, ik heb geen gevoelige nek, kunnen de rabbit pose proberen. Bij de rabbit pose plaatsen we het voorhoofd dicht tussen de knieën
En we houden de hielen vast. Vervolgens gaan we het gewicht verplaatsen naar de achterzijde van de schedel en brengen we de heup de hoogte in. In deze houding is het niet zo comfortabel om te spreken. De heup hoger brengen en het hoofd dichter tussen de knieën plaatsen gaat de houding iets meer intensiteit geven. Heb vertrouwen in uw lichaam. Eén ademteug hier. En kom vervolgens rustig uit deze pose. De voorlaatste houding vandaag. Gaan we ons rechtse been voor ons uitstrekken. Ons linkse been plaatsen we hoog in onze heup. Dus ons rechtse been is voor ons uitgestrekt. Onze linkse voet is hoog in de heup en de linkse knie is geopend. Vervolgens brengen we de handen voor het hart. We strekken de armen boven ons uit. We twisten naar ons gestrekte rechtse been en we reiken naar voren. We plaatsen de handen op de schenen, op de enkel of we reiken naar onze voorste voet. Ook hier is de houding weer tweeledig. Enerzijds staan we toe dat de linkse heup geopend wordt en anderzijds gaan we in die vooroverbuiging. Ook hier laten we de ademhaling ons weer gidsen. Een inademhaling is iets meer lengte maken in de wervelkolom en een uitademhaling is iets meer diepgang creëren. We nemen nog één ademteug hier en komen vervolgens rustig uit de houding. Van daaruit wisselen we de benen. Ons linkse been komt volledig gestrekt voor ons. Ons rechtse been plaatsen we hoog in de heup. En we laten de rechtse knie zinken in de mat. We brengen de handen voor ons, we strekken de armen boven ons uit, we ademen in. Op een uitademhaling twisten we naar ons volledig gestrekte linkse been. We gaan in die voorovergebogen positie. We staan toe dat onze rechtse heup geopend wordt. De focus ligt opnieuw op de ademhaling. En de ademhaling helpt ons om iets meer diepgang in de houding te vinden. We nemen nog één ademhaling hier. En vervolgens komen we rustig uit de houding. Voor de laatste houding gaan we de wervelkolom los twisten. We gaan letterlijk als het ware onze wervelkolom uitwringen. Ons linkse been plaatsen we onder en langs onze rechtse bil. Ons rechtse been, onze rechtse voet, plaatsen we plat neer langs de linkse knie. We komen op deze manier als een schoenveter. We liften de borst. We komen in een vierde houding. We reiken de linkse arm hoog in de lucht. En vervolgens plaatsen we de linkse elleboog tegen de rechtse knie en gaan we twisten door te kijken over de rechtse schouder. In deze houding gaan we een rechtopzittende houding bewaren. We kijken zo ver mogelijk over de rechtse schouder en we blijven om beurt de borst iets meer lengte geven, op de rug iets meer lengte geven en op een uitademhaling gaan we iets meer diepgang toestaan. Blijf ademen en als uw lichaam aangeeft dat dat kan, blijf ook verdiepen. Nog één ademteug hier. En vervolgens komen we rustig uit deze houding. Schitterend. We gaan nu wisselen van been. Het rechtse been komt onder en langs de linkse bil. De linkse voet zetten we over en langs de rechtse knie. Op een inademhaling liften we de borst en reiken we hoog op met de rechtse arm. Op een uitademhaling twisten we over de linkse schouder.
Op in liften we de borst nog iets meer. En op uit kijken we over de linkse schouder nog iets verder. We blijven in een mooi rechtop zittende houding. We ademen en we vinden de diepgang. We genieten van deze laatste houding. We nemen nog één ademteug hier. En vervolgens komen we rustig uit deze houding. Wauw, schitterend werk. We sluiten nog af met een verkwikkende ademoefening. De voeten zetten we onder de heup. En dit is echt een overwinningsoefening. Probeer kracht in die ademhaling te steken. Probeer ruimte te creëren en verkoeling door het uitademen. Maak u groot, gelijk een echte krijger. Strek de armen voor u uit. Lift de borst, schouderbladen laag. We gaan zo diep mogelijk door de neus inademen. Adem zoveel mogelijk in. Adem in. Breng de handen bij de borst en adem uit door de mond. Adem in, strek. En adem uit. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Breng de handen nu voor je hart. Sluit de ogen. En luister opnieuw naar je lichaam. Zucht nog maar eens goed. En bij die zucht ga er lichtjes glimlachen. En ga er nu echt letterlijk tegen jezelf zeggen. Alwel, dat heb je keigoed gedaan. Je had even goed iets anders kunnen doen. En je hebt er zelf bewust voor gekozen om te zorgen voor je eigen lichaam en geest. Dus bedank jezelf, zij fier op jezelf. Je hebt dat goed gedaan. En dan dank ook ik jullie voor jullie deelname. Namaste. Zo mannen, ik wil jullie nogmaals oprecht bedanken. Fysiek noem ik deze practice een ongelooflijke body- en gezondheidscheck. De ene week is totaal anders dan de andere week, terwijl de practice altijd dezelfde is. Dan kun je beginnen nadenken aan wat ligt het nu eigenlijk. Mogelijk zijn er mensen die de practice al ooit bij ons frequent hebben gevolgd. En die zullen nu ervaren dat die practice helemaal niet zo goed gaat, of misschien zelfs een beetje beter. Dan kun je gaan kijken welke factoren zijn er anders. Door er opnieuw aan te beginnen, ga je ook meer diepgang creëren in je practice. En ga je van het fysieke element kunnen overstappen op het mentale element. Ga je kunnen afstappen van waar het schijnbaar om draait. Schijnbaar is voor de buitenwereld de houding. Ziet die houding eruit zoals het voorgeschreven is. Maar het mentale aspect is, kunt je een heel uur lang op de mat aanwezig blijven, bij je oefening of je houding blijven, zonder af te dwalen in gedachten? En als je bij jezelf blijft, wat zijn dan de woorden die je tegen jezelf gebruikt? Zijt je voortdurend aan het vloeken of aan het irriteren of aan het frustreren? Of kunt je je neutraliteit behouden? Kunt je houdingen moeiteloos beginnen uitvoeren? En als je het fysieke element gaat verzoenen met het mentale element, dan spreken we over de kracht van yoga. En dan is de volgende stap om de beoefening op de yogamat ook te gaan toepassen in je dagelijks leven. En dan zijn we er een levensstijl aan het maken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik wil jullie een heel prettige dag wensen. En begin er morgen opnieuw aan. Namaste.